Seonat Naipaul heeft donderdag de Rotary Vocational Excellence Award ontvangen. Naipaul, die de bekroning zelf niet had verwacht, is onderscheiden vanwege de buitengewone bijdrage die hij heeft geleverd aan het behoud van het milieu. Hij is voortrekker van het project om de kust bij weg naar zee te beschermen door de aanplant van mangrovebossen. Hij wil graag dat in ieder bewust wordt van het belang van de mangrovebossen en hoopt dat met de ondersteuning van de publieke-private sector het mangroveproject een succes wordt. De Rotary Vocational Excellence Award wordt elk jaar toegekend aan iemand die zich in de uitoefening van zijn beroep op uitzonderlijke wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeenschap. De onderscheiding wordt uitgereikt door de Rotary Club Paramaribo, Paramaribo Central en Paramaribo Residence.